We krijgen hem niet meer uit het autostoeltje. Nou jongens, door weer en wind, maar ik heb hem. En even over op een wat triester onderwerp, namelijk Mojo. Vlog afsluiten met een leuke winactie. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Nou, Sergio is helemaal blij, want hij heeft iets op de kop kunnen tikken door een tip van onze buurman. Over iets wat hij al heel graag wil. En wat hij al de hele tijd zegt dat hij heel graag wil. En ik eigenlijk liever niet. Maar goed, soms is het geven en nemen. Hè? Dus ik ga even laten zien wat ik bedoel. Misschien weten jullie het al waar ik het over heb. Het is voor in de tuin. Ik heb even een introductie gegeven. Wat? Over geven en nemen. Geven en nemen? En water bij de wijn. Balans en zo. Of olijven bij de wijn. Olijven bij de wijn. Nou, laat ze zien. We werden door de buurman geattendeerd op een can't resist bargain. En we hebben dus een olijvenboom. Meet Oliva. Olivia. Olivia. Ja, het is gewoon een super mooie dikke stam. Ja. En hij is al vrij. Het is gewoon al een volwaardig boompje, zeg maar. Ja. En dan denk ik dat wij deze houden. En dat mijn vader die krijgt. Voor zijn verjaardag. En vaderdag. En vaderdag. En kerst, wat zijn we nog meer vergeten? Dus ja, nu nog een mooie grote pot. Ja. Van die ene bij de Intertuin, wel heel vet. Ja, maar die was echt €200 of ja, zo. Ja, dan kunnen we drie bomen verkopen. Jessie, hey, kom juist terug. Kijk, 2 seconden neer en dan staat bij de buren. Ondertussen zijn de mannen heel goed bezig met de oprit. Even een pauze gehad vanwege de regen. Maar kijk, die van de buurman ligt ook al bijna. Over pauze gesproken, aangezien jij weer iets aan het praten hebt gekregen. With my magic hands. Ja, ze laat helemaal niks op. Ik ging gewoon echt niet meer aan hoor. Ik weet wel alsof er een stekker erin zit. Hele goedemorgen allemaal. Het is weer woensdag. Jessie en ik zitten lekker op de bank. Jessie is lekker rappie aan het eten. En we zijn lekker YouTube filmpjes aan het kijken. En de kerstman komt ook. En wat wil je nog meer zien, schat? Opa Gino? Ja. Ja, want Opa Gino die heeft een nieuw nummer gemaakt samen met 5 andere mannen, waaronder Brian B. Ze heten De Broederschap en het nummer heet Het Land. En dat staat nu op YouTube en Spotify. Ik zal in de beschrijving een linkje zetten. En het is een soort strijdlied voor alles wat er de laatste tijd gaande is natuurlijk. Met betreft het land en de energieprijzen en nog meer ellendigheden. En ik vind het een heel tof nummer geworden. Ik ben niet per se voor of tegen boeren want ik begrijp, of protesten en zo. Want ik begrijp dat iedereen het op zijn manier heel erg moeilijk heeft. Kijk, papa. En moeilijk heeft met bepaalde dingen. Val je er nou zomaar vanaf? En het gaat natuurlijk om je eigen toekomst. Dus dat snap ik allemaal wel. Ik ben wel tegen de harde protesten waar mensen. Ja, ik ben wel tegen protesten die andere mensen schade aanbrengen. Dus het is een mooi strijdnummer. Ga het kijken, ga het beluisteren op Spotify, YouTube. Wij gaan nu even verder kijken. En dan, wat gaan we er meer doen? Kijken. En wat er meer? Wil je nog foto's maken op zolder? Ja. Een boodschapje moeten we ook nog doen? Nee. Wat nee? Dat moeten we niet doen. Jawel, want schrik hè? Want tante Laura komt eten met Deli en Naomi en kom Laura? Ja, en Marius en tante Jenny en oma. Wordt super gezellig. Dus dan moeten we nog even boodschapjes doen. Oké? Okay?
nadenken. Doei. Val ik naar beneden van de bomen? Wat zeg je? De bladeren vallen naar beneden. Oh ja. Dan moet ik... Wauw, hij is al wel heel mooi geworden, hè? Ja. Wat hebben we allemaal dan, Jessie? We hebben nog niet de wort. Wat is dat rode daarachter dan? Dat is lava. Lava. En dat witte? Sneeuw. Oh. En het groene? Dat is gras. Gras. En het blauwe? We hebben geen blauwe. Wel, dit is blauw. Nee, dat is paars. Nee, dat is blauw, schat. Nee, dat is eigenlijk net van gisteren. Dat het... Nee, kijk, dit is paars. Ja. Ja, dat is blauw. Dus wat is dat blauwe dan? Water. Oh, tuurlijk. Is hij nou bijna klaar of moeten we nog heel veel plakken? We moeten nog dit plakken. Hele grote titouden. Oké. Oké, nou. Bijna klaar denk ik, hè? Zo, we gaan lekker boodschappen doen, dachten we. Jesse Silver natuurlijk mee. Maar we krijgen hem niet meer uit het autostoeltje. Ik ben bang dat we moeten gaan snijden. Ik denk het ook. Niet ons kind, maar... Ik ben er ook bang voor. En nu, Jesse? Ja? Wat nu? Wat we in ieder geval kunnen... Kom je er niet meer uit? Even kijken. Kunnen we in ieder geval misschien Jesse bevrijden? En nou, Jessie? Ik vind dat jullie zonder mij. Moeten we nu zonder jou? Ja. Nu kan ik niet meer mee. Moet je dan voor altijd in de auto blijven? Ja. Dat is toch niet leuk? Jessie, trek eens aan dat ding. Ja, ik ga maar snijden. Ja. Drie uur blijven staan. Ah. Ja, wacht, ik kan hem trouwens ook gewoon even. Waar moet ik naar zo? Simpel? Ja. Ik ga hem open hoor. Ik ga hem open. Ja, kan je hem open? Kijk nou, Jesse, wat er voorbij komt. Oh, een pony. Pony? Pony? Welke pony? Ja, je kan me rijden. Daar, ga kijken. Niet de straat op de stoep blijven, dan kun je de pony zien. Ja. Ja. Zie je? Hey. Daar klank ze weg. Oké, nou. Nou jongens, door weer en wind, maar ik heb hem. De nieuwe gratia, bladzijde 62. Ik sta erin hoor. Ik ben heel benieuwd of jullie hem ook hebben gezien of gelezen. Hij ligt vanaf nu in de winkels. Het is editie nummer, even kijken. Nummer 7. Bladzijde 62 kan je me vinden. Ik kom net van mijn werk. En zoals je kan zien regent het. Mijn haar is helemaal plat geslagen. Mijn broek is zeikensnat. Dus ik ga hem even omkleden. Oh, ken je dat? Dat je koffer gaat zetten en je vergeet het koffiekop eronder te zetten. Oh. Nou. En nu loopt ook alles eronder. Oh my god. En alles op de grond. Oh, heerlijk weer. Helemaal top. Hier heb ik nog meer koffie nodig. Yeah.
een trap. Nee. Want ik wilde de Twix pakken. Niet wat ben je rood? Hoe komt dat? Ben ik rood? Ja. Misschien de instelling van de camera. Rood licht. Of ik voel me gewoon kloten. Of kom door onze nieuwe lampen. Of kom door onze nieuwe lampen. Bam! Dit zijn ze, jongens. Moeten er nog twee bij komen? Mooi, hè? Maar ik vind het dan super tof. Ja. En wat je nu niet zo heel goed ziet erdoorheen, is dat ze eigenlijk rood van kleur zijn aan de onderkant. Dat zie je waarschijnlijk niet als ik het licht uit doe. We hebben geen licht meer. Nee. Omdat het wel donker is. Het is al laat. Nee. Kijk. Ja, je ziet het wel een beetje. Zien jullie, jongens? Hij loopt over. Daardoor is hij ook gewoon nog leuk om naar te kijken als hij uitstaat. Ja. Met onze gouden aansluiting, of hoe noemen we dat ook weer? Fitting. Ja. En de spotjes zijn ook binnen. Ik denk dat Sergio dat misschien morgen gaat doen. Om ze daarin te doen. Maar we hebben ze er alvast ingedraaid in twee. En we kunnen dus van kleur veranderen. En nu hebben we even paars opgezet. En wat hebben we nu bedacht? Wij komen dan sowieso vier bij. En we dan, als we hier gewoon de hoek om gaan en dan nog een rails doen. Tot aan hier ongeveer. Ja. Dan kunnen we dus switchen tussen de. Dan kunnen we de lampen zeg maar uit en aanzetten van de spots. Ja. Sorry, het is al laat. Ik vertel het helemaal ruk. Maar we hebben nu dus hier de lampen van de tafel. En omdat die geen smart zijn, kunnen we dus de spots en de dingen. Kom weer eruit. Nu zit dit allemaal op één rails en op één aansluiting. We kunnen niet alleen de spots laten branden. Precies, daar komt dus het op neer. De eettafellamp moet ook altijd aan. Ja. En als we hem dus doortrekken. Dan kunnen we hem aansluiten daar. Als we dat aansluitpunt gebruiken, dan hebben we een ander lichtknopje. En dan kunnen we dus alleen de spots aansluiten. Ja, dus dan kunnen we alleen dus ervoor kiezen te maken, om alleen het zitgedeelte. We hebben zes spots op een rails en vijf lampen. En die zitten allemaal op één knop. En dan als we dan en dat willen we scheiden. Hè? Dat je alleen het zitgedeelte kan aanzetten. En dan de rest uit. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk wel. Ja. Goed verhaal. Ja. En rustig aan jij, hè? Rinkeltje. Maar het wordt steeds meer af. Dat is wel leuk dat jij dit morgen zegt van, dat doet Serge morgen wel even misschien. Van al die dingen die ik misschien wel even morgen even doe. Maar het is allemaal zo gedaan. Even schilderijtje hangen, jongen. Even. Zo gedaan. Pak even de boormachine, even de meetlamp en de potlood en de laser en de gaatje. Even gedaan. Even gedaan. Oké, helemaal lekker verder eten. Ik ben emotie-eter. Ja. Ik zit vol met emotie. Heel erg emotie. Ik loop helemaal over van emotie. Zo mentaal. Nou, rustige gevoelens heb ik. Van binnen zo. Bold. Ik voel me helemaal rustig. Ja, daarom is het ook belangrijk dat we van smartlampen hebben. Zodat we ons kunnen aanpassen aan onze mood. Ik kan dus. Als we ons ijskoud voelen, zetten we hem op blauw. We kunnen dus scène invoeren. Maar normaal gesproken is dat voor. Ja, ga je borrelen of ga je eten of ga je een boek lezen. Ja. Maar wij doen gewoon gevoelens. Ja. Je bent blij en dan kan je wel blije kleuren. Dan ben je thuis en doen alles zwart. Alles donker. Alles gedempt. Met Black Sabbath op de achtergrond.
Nee, maar dat is weer iets anders. Dan moeten we er ook nog geluid op aansluiten. Die smartlampen. Nee, ik heb veel voorbij gekomen. Vocalex, maar die niet. Dan heb ik een diffuser en de buitenverlichting. Ja. Dat soort dingen. Ja, de buitenverlichting gaan we ook nog kijken, hè? Maar alles op zijn tijd. Ja. Laat anders even de staaltjes zien. Ja. Nou, als jij even filmt, anders. Film je even. Zeg je? Dan heb je een andere kleurbeeld. Maar wel mooi. Ja, we hadden dus een leer ontvangen. Die staat daarachter. En dat zou een beetje paars metallic moeten zijn. Maar toen we hem kregen, toen dachten we, dit is meer bruin. En dat is niet de lederkleur die wij voor onze barstoelen voor op de zolder willen hebben. Nope. Dus hebben we nieuwe staaltjes aangevraagd. En deze kleur heb ik uitgekozen. Om even te checken. En ik dacht dat deze kleur roze te licht zou zijn. Maar ik denk dat die eigenlijk gewoon perfect is. Ik denk dat deze gewoon moet worden. Ja, deze dit twee. Dit is veel te hard. Ja. Dus die of die. Of we doen ze allebei. Eén die. Ja, dat wordt weer lastig. Want ik weet niet hoeveel. Ik moest 3 meter hebben. Voor 2 stoelen. Ja. Dus 1,5 meter per stoel. Dat zou je denken, maar ik weet niet of die dan uitkomt, zeg maar. Maar welke kleur denk je dan? Ja, dan roze. Hier zit een beetje metallic in, heb ik het idee. En dat kan gezichtsbedrog zijn. Ik denk dat het een beetje gezichtsbedrog is. Roze! Oké. En het is standard plus pink. Kunnen we hem omruilen. Helemaal top. Ja, precies inderdaad. Want, dat is natuurlijk wel weer handig. Als je dat dan bestelt, krijg je ineens een hele andere kleur binnen. Dus we hadden gemaild en toen zeiden we ja. Want ik wist al wel dat ze dit antwoord gingen geven. Maar we eigenlijk de staaltjes moeten bestellen. Ja. Ja, dat was er wat, wel wat hij zei van die sturen met alle liefde en plezier en dat is allemaal kosteloos. Gratis, ja. Dus dat dan weer wel. Maar hij zei kleuren kunnen afwijken. Toen dacht ik, ja. Vind ik toch lastig, want als ik een foto maak met mijn telefoon, kwam de kleur wel gewoon heel goed over. Dus eigenlijk moeten ze gewoon nieuwe foto's maken. Ja. Dat is een beetje mijn mening. Maar goed, we hebben nu gelukkig kon het opgelost worden. Ja, in principe. En konden we hem laten omruilen. Dus degene die het brengt, kan dan ook de oude weer meenemen. Ja. En dan kunnen we omruilen. Dus we gaan nu voor deze. Ja. Begin jij maar vast met mailen. Dan ga ik mijn tanden poetsen. Ik ook. Dag Poppy. Hallo, schat. Ben je dan? Zijn we met de spotjes bezig? We zijn nu bij nummer 3 van nummer 3. Want eigenlijk was nummer 3 al klaar. Alleen nummer 3 die hield hem op. En toen dacht ik, hij moet toch op een andere plek. Dus toen wil ik hem op een andere plek doen. En toen deed ik het palletje naar buiten. En toen zei het palletje, forget the bout, hè? Je doet het zelf maar. Dus die is afgebroken. Ja. Dus nu hoop ik hem eigenlijk zo meteen op een andere manier in ieder geval naar buiten te kunnen draaien. Nog geen idee hoe, eigenlijk. Ik heb mijn popcorn. Op jou. En het gewone lichaam. En we hebben een beller. Antonio Carlos Fremivi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todos buenos? Carlos, die komt zo meteen lekker op de koffie. Best wel lang geleden dat spontaan iemand gewoon zo. Voelt beter als vanouds. Dat vind ik heel leuk. Los daarvan, even een kleine kooksessie tussendoor.
Morgen krijgen we namelijk visite, visite. En het zijn allemaal Indonesische fijnproevers. Die kunnen zelf allemaal heel goed koken. Dus ik heb mijn befaamde kip klaargemaakt. En een tijdje terug hebben we een poll gedaan, weet je nog, schat? Wat zullen we als eerste gaan maken in onze kookvlog? Mm-hmm. En de kip, de bruschetta en de kruidenboter, die kwam daar met vlag en wimpel bovenuit. Dus we hebben kippendijen. Ik heb 1,5 kilo. 8 goede tenen knoflook. En daar heb ik een goede schep zout bij. Pepertjes. Klein beetje nootmuskaat. Een halve fles ketchup. Gewoon, nou, 3/4 fles. Gewoon ketchup manis. En een goede schep zout, had ik al gezegd. Gember. En dat was het. Dus gember, knoflook, zout, pepers en ketchup. Die ga ik nou eventjes goed lekker door elkaar husselen. En dan zetten we het zo meteen lekker in de koelkast. En dan morgen gaan we eerst de kip even lekker bakken. In de pan, even goed lekker schroeien. Een klein beetje. Ze zeggen altijd dat je dan het vlees dicht schroeit. En dat je daarna niet meer met een vork in mag prikken. Ik ga hier ongetwijfeld gemixte reacties over krijgen. Maar dat schijnt dus gewoon echt lulkoek te zijn. Want het dichtschroeien, het vlees is niet dicht. Dus op de een of andere manier, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar wat je eigenlijk doet, is gewoon het karamelliseren van het vlees. En dat krijg je niet als je hem gewoon zo meteen in de oven legt. Dus eerst bakken, lekker karamelliseren, lekker baklaagje erop. Wordt een beetje krokant. En dan gewoon in de oven. Op 200 graden. Gewoon boven en onder. Lekker 20 minuutjes. En dan even voelen. En dan zijn ze klaar. Maar deze mogen nu. Een lekkere salade gemaakt. Daar zit sojasaus in. Worteltje, komkommer. Gekarameliseerde ananas. En mango. En die heb ik aangemaakt. Verder met een beetje, wat ik zei, sojasaus. Maanzaad en peper en zout. Lekker. Ik hoop het. Ik heb het voorgeproefd. Dus, We hebben al een beetje op de salade klaar. En hier hebben we een heel speciaal kordaat, pilsner. Heel speciaal, is gemaakt met water en hop. Prima jaar, heerlijk. Lekker gearomatiseerd, goed op temperatuur. En laat ik zo meteen dan even de boter zien. Ja. Nou, en even over of een wat triester onderwerp, namelijk Mojo. Ja. Want we hebben gemerkt dat er nu ook echt wel veel in huis aan het plassen is. Terwijl we 100 keer de deur voor hem open doen en dat hij naar buiten kan om te plassen. Dus ja, we zitten een beetje van... Wat moeten we hiermee? Want hij is natuurlijk ook gewoon oud. En hij is ook heel veel aan het blaffen. Waar wij overigens ook weer helemaal gek van worden van het geblaf. Vooral omdat je dan niet weet van wat is er nou. En hem telkens naar buiten zetten en... eten geven en ja. Dus ik ben bang dat het einde aan het naderen is voor onze Mo. We kijken het nog even aan. Toch, schat?
Ja, sowieso, ja. Kijk, als het aanhoudt, even naar de dierenarts. Ik weet niet hoe snel ze dan, hoe makkelijk ze kunnen testen of, wat, of het iets met zijn nieren is of zo. Maar dit is voor niemand leuk. Kijk, en als hij echt last heeft van zijn nieren en het is een ouderdomskwaal waar hij alleen maar zieker door wordt. Ja, dan moeten we maar even gaan bedenken wat de beste keuze is voor hem. Kijk, als hij verder geen pijn heeft, gaan we geen spuitje geven. Nee, alleen het moeilijke aan honden is dat ze het natuurlijk en niet laten zien. Hè? En ook hij, ja. Ja, als ze pijn hebben, bedoel je. Ja. Ja. Maar ja, ik las ook dat het ook weer iets met de, het kan allemaal verschillende oorzaken hebben. Natuurlijk leverfalen, nierfalen, tumor. Ja. Ja. Ja, als ik dan hoor dat ze normaal gesproken maar een jaar of 9 worden. En hij is natuurlijk al 11. Going on 12. Ja. En toen hij nog maar een paar weken was, ik geloof iets van 14 weken, toen had de dierenarts hem al opgegeven. En toen zei ik, ben je niet goed bij je hoofd? Je hebt nog helemaal niks gedaan. Dus het is wel, het is eigenlijk een wonder dat hij zo oud is. Ik heb wat aan de prednison gezeten met hem, zeg maar. Toen heb ik hem laten opereren. En daarna ben ik nooit meer met hem naar de dierenarts gehoeven. Nee. Nee, mooi, red je hier. Met de oorontsteking. Met de oorontsteking. En Redje die had op een gegeven moment iets met de baarmoeder. Toen kwam Redje voor het eerst loops. Maar dat was niet de gewone loopsheid. Maar dat was gewoon echt tomatensuis all over the place. Dat was echt niet normaal. En een geur. Oh, we werden gewoon helemaal onpasselijk ervan. Toen hebben we hem op een gegeven moment echt een onderbroek aangedaan. Maar het was echt... echt niet goed. En toen bleek het iets met haar, ja, met haar baarmoeder te zijn. Of met haar vagina. Ja, ik weet het niet precies. Maar toen hebben ze dus echt van alles eruit gehaald bij haar. Nou ja. En Petje is nu ook 10. Ja, Mootje. Wat is het nou? Ik kan niet voorstellen dat ik Mootje gewoon in mijn handen heb gehad. Zo. Paste die op mijn hand. Oké, spotjes. Het is gelukt, jongens. Ze hangen. We hebben nu 5. Oh, de honden lopen natuurlijk weer achter me aan. Sorry hoor, zag er dat getik. De hele tijd. Maar kijk. Super blij mee. We hebben besloten dat we ook nog een rails de hoek om laten gaan. Zo, tot daar ongeveer. Zodat we daar ook nog een paar spotjes kunnen doen. En dan gaan we, kijken, daar nog een losse lamp doen. Maar ik ben hier al helemaal blij mee. Leuk lichtje. Gewoon gezellig en warm. En onze vriend Olaf, die is weer gezellig op bezoek. En die is naar boven met Sergio om lekker te zingen. Dus we gaan naar boven. Lieve vrienden, boeren en buitenlui. Ik heb weer een stukje oprit bestraat. Kunnen we het zien? Dat stukje.
heb ik vandaag gedaan. Even kijken, kan ik het uit dat stukje daar zo. Bijna klaar. Ik zit er bijna op. Oh, wat zie ik eruit. In de regen. Heerlijk op zaterdag. En we gaan nu douchen, snel klaarmaken. En dan ga ik nog boodschappen doen. Want ik ga vandaag een hele grote pan nasi maken voor ons bezoek. Heerlijk, met kip en garnaaltjes. Nu even douchen. Goedenavond. Ja, je denkt, op wat voor bank zit ze nou? Nou, bij die van mijn schoonmoeder. We zijn lekker bij schoonmoeder, want die had wat hulp nodig in het huis. Die is lekker aan het verbouwen. En doen ook aan recyclen. Aan de grote eettafel. Is ook hier omgeturnd. Door wie zou ze geïnspireerd zijn? Ja, weet ik niet. Ik ben toch door een stijl met gevoel voor interieur. Ah. Denk je niet? Denk het wel. Vloggers. Die, ene Sergio en René. Ah, die uit Den Haag. Ja, die uit Den Haag, weet je wel. Met het leuke kleurrijke huis. Ja, en, ja, ja, ja. Ja, en zelfs dezelfde beugels. Want ja, laatste zien. Ja. Gouden beugels. Ja. Ja, leuk. En ik vind het heel knap dat je het, het ladertje over hebt kunnen zetten. Hij moet alleen nog eventjes. Ja, ja, hij klemt een beetje. Dus hij moet een beetje werken nog. Ja, is toch handig. Ja, even ik nog. Ja, er zijn goede placements in, maar ik denk niet dat het past. Nee, ik denk het ook niet. Oh. Ik zou eerder zeggen van doe daar wat koffielepeltjes in. Ja, suiker. Ja. Of pets. 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 Ja. Oh, ja, je kan de pets daar ook in kwijt natuurlijk. Ja. Ja. Nee, want die passen niet meer. En ze heeft een mooie nieuwe kleur op de. Ik wil die passen. Op de muur. Van de muur af. Maar je hebt de schuif ook niet kleiner gemaakt. Jawel. Lampen. Oh. Oh ja. Koffiedingetjes. Kunnen wij het maken? En een hele mooie keuken in de bouw. Die moet nog gedaan worden. Kijk, een mooie kleur. Met mooie gouden greepjes. Hier zie je het verschil. Dat is zo leuk, hè? Dat je dan het verschil ziet wat zo'n greepje alleen al kan doen. Ja. Hè? Het is echt gelijk een stuk chiquer. Ja, dat was echt heel een mooi. Gouden greep. Dat is echt. Nou, toppie. En nu komt er nog een plank boven, hè? Ja. Ja. Ja, we gaan van de ene verbouwing naar de andere verbouwing. Mooie afzuiger. Ja. En je hebt een keramische plaat, hè? Ja. Nee. Oh ja. Nou, Jesse Silver, die is wel levendig, maar wel kort. 39,4 kwamen we net achter. Geen corona. Testje gedaan, maar wel rode kolen rijken. Yay! Yay! Zo, dit is hem geworden. Er gaat hier nog wat achter komen. Zo. Klus geklaard. Klus geklaard. Jesse Koorts, 39,4. Ja. Sergio ook. Sergio misschien ook wel, ja. Maar toch niet positief getest, dus, hè? Gaan we lekker naar huis? Ja. Let's go. Okay. Even wachten. Nou jongens, we zijn weer thuis. We zijn thuis. Je ziet het aan ons kloffie. Oh, ik wilde op mijn knieën zitten, maar dan zitten we een beetje. Ik zag wel eventjes hier. Zo. Low. Wij wilden deze vlog afsluiten met een leuke winactie. Ja, want de feestdagen komen eraan. En ja, het kost natuurlijk knijterveel geld. En wij willen heel graag groeien met ons kanaal. Ja. En we vinden het altijd leuk om jullie daarin te betrekken en om hulp te vragen. En om samen ons kanaal tot een nog groter kanaal te maken. Een grotere familie, de Patatties familie. Zo is het. Dus we hebben bedacht. Grote patatties, kleine patatties, paarse patatties. Maakt helemaal niet uit. Jullie zijn allemaal welkom. Iedereen mag erbij. Ja, want we zijn gewoon super gezellig met z'n allen. Dus we hebben bedacht, let goed op. Degene die de meest leuke, originele post maakt waarin je mensen aanspoort om ons kanaal te volgen. www.sergioandrené.nl. Voor een leuke edit, om foto's bij elkaar of video. Leuke ja, we moeten het niet voorzetten. Ja, ik probeer met balletjes op te gooien.
Als jij ze vangt, kun jij de balletjes spinnen. Ja, dus ballen. Als jij de meest originele post maakt, waarin je dus mensen aanspoort om ons te volgen, ja. Wie weet win jij dan wel die 100 euro. Vergeet ons niet te taggen op Instagram, als je het op Instagram doet, @Serzo_René_official. Of op Facebook, Serzo en René. Maar dan moeten jullie wel kunnen vinden natuurlijk. Ik wou zeggen op YouTube, maar dan kun je geen leuke post maken natuurlijk. Dus wij zijn super benieuwd. Laat ook even in de comment weten of je meedoet. En of je ons support. En wie weet kunnen we jou blij maken voor de feestdagen met 100 euro. Het is heel erg leuk, want we gaan de eerste winnaar bekendmaken op 1 november. Ja. En dan gaan we in november nog een keer hetzelfde doen. Maar dan gaan we jullie vragen om ergens aan mee te denken. Ja. Want... Nee, dat hou ik niet even. Het is iets waar we het al vaker over hebben gehad, wat we willen gaan doen. Ja. We gaan er nog niet te veel over weggeven. Nee. Maar we willen ook daarin jullie weer betrekken en weer een leuke winactie aankoppelen. Ja. Dat gezegd hebben we, volgende vlog, ga die ook zeker kijken. Want dan hebben we een ontzettend leuke kortingscode voor jullie voor posters in huis. Ja, super tof. Ja. Heel erg leuk. Ja. Ik heb een fotoshoot voor een kalender, samen met Mojo. Ja. En er zitten wel allemaal leuke dingen. Leuke dingen. En ik heb een optreden, dus ik kan weer lekker repetitiehok in. Ja. Binnenkort. Ja, nou, vond je dit een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Ja, en dan zien we reacties. Tot volgende keer.